Nou zie ik zoveel zwarte ondernemers. Hallo, ik ben Find the Creator. Ik maak content voor op het internet. Nou zie ik zoveel zwarte ondernemers die geweldig hun talenten inzetten in het maken van mooie producten. En het verzinnen van geweldige diensten en daarop in te spelen. Maar wat ik ook tegenaan loop is dat het heel moeilijk is om dergelijke personen te vinden. Stel je voor, ik ben op zoek naar een potje haarvet. Kokoshaarvet. En ik wil dat graag kopen bij een black-owned business. Dan hoe vind ik nou waar in mijn buurt een black-owned business zit, waar ik vervolgens mijn potje haarvet kan vinden? Nou hoor ik in de wandelgangen links en rechts dat er platformen aan het ontstaan zijn. Maar ik heb tot heden heb ik nog niet iets gezien waarvan ik zeg, weet je wat, het wordt me zo makkelijk nu gemaakt om te kunnen filteren waar ik mijn producten afneem en waar ik mijn producten, bij wie ik mijn producten koop. En hoeft het niet gelijk op black-owned, maar het kan ook zijn kosher of andere religieuze of andere redenen waarom je graag je producten wilt halen in een specifieke winkel. Ik zie dat er dus een kans nog is voor het creëren en het scheppen van waarde, van duidelijkheid. Hoe je klant en leverancier eigenlijk bij elkaar goed kan brengen. Tot op heden ben ik geen platform tegengekomen waar je gericht op product of dienst kan zoeken naar bijvoorbeeld een black-owned business. Als dat er wel is, mag je het me in de comments namelijk vertellen. Want dan zal ik kijken hoe platform, de app of de dienst werkt en hoe het in elkaar zit. Maar ik ben persoonlijk op het niveau, artikelniveau, ben ik op zoek naar een platform waar ik terecht kan. Dus black-owned businesses, dit is echt een gelegenheid voor programmeurs. Zwarte mensen of mensen met een kleurtje, om het even zo te zeggen. Het gaat niet zozeer om dat zwart, hè. Kan je programmeren? Kan je ontwikkelen? Ik zou zeggen, ik geef je eigenlijk praktisch nu een geweldig idee. Waar ik eigenlijk al jarenlang mee rondloop. En tot heden zie ik het gewoon nog niet. Iemand die moeite doet om die zwarte economie te ondersteunen met, ja, hoe ingewikkeld kan het zijn om elkaar te vinden? Heel veel mond-op-mond reclame zien we uiteraard. Er wordt heel veel gevraagd binnen onze community. Dat is absoluut heel erg goed, want het is eigenlijk al de helft van het werk. Maar zonder dat je je vraag uitzet, wil je gewoon kunnen weten, wat wil ik persoonlijk weten, misschien ben ik de enige, wil ik persoonlijk weten, waar kan ik terecht om advies in te winnen over geluidsisolatie. Random. Maar bij wie kan ik terecht? Ik heb een loodgieter nodig, bij wie kan ik terecht? Waar kan ik mijn dienst aanbieden? Of waar kan ik eigenlijk goed zoeken? Ik zie een kans voor een Bob-index. Misschien moeten we het maar gewoon de Bob-index noemen of hoe je het ook wil noemen. Ik zie hier toch echt een kans voor. Dus dit is even kort mijn mening. Je mag in de comments hier beneden achterlaten als je als ondernemer bijvoorbeeld ook tegen dit probleem aanloopt. Dat je gewoon moeite hebt om mensen te vinden, ondernemers te vinden in hun discipline. Het is heel erg verspreid. Laat gewoon even je mening achter, want ik ben niet de enige die ongetwijfeld hierover aan het nadenken is, die eigenlijk al jaren lang hier al tegenaan loopt. Dus, voordat iedereen allemaal dingen begint te droppen, ik wil het volgende weten. Ik wil een website of platform waarbij ik op productniveau, artikelniveau en dienstniveau kan filteren op wie dit levert. En nog een paar andere filters zou wel leuk zijn, maar daar ben ik dus naar op zoek. Is het er al? Laat me weten. Heb je iets gehoord dat iets eraan komt? Laat het gewoon weten in de comments.
En het komt gewoon helemaal in orde. Nou, dit was een video van Find the Creator. Weer in even een oude setting. Ja, we zijn hier in de woonkamer. Bedankt voor het kijken. Like en share. En ik zie je tot de volgende video. Find the Creator is signing off. Bye bye.